Van eigen handicapten. Op je eigen ingangen. Eigen toiletten. Wat ben je wel eens in een invalide toilet geweest? Wat een ruimte, man! Die denkt, ga er gewoon scheiden, je hoeft hier niet te dansen. Kom op, zeg. Ik woon kleiner. Nou, ik weet dat toevallig, want ik was laatst in een openbaar gebouw. Moest verschrikkelijk nodig. Maar ja, mannentoilet bezet, vrouwentoilet bezet. Alleen het invalide toilet nog vrij. En ik weet, het is niet de bedoeling om daar naar binnen te gaan. Dus ik heb er 5 minuten op de uitkijk gestaan. Komt er niks aan, rollen, kruipen of gorgelen. Niks. Dus ik naar binnen en echt, ik zit nog niet. Of ik hoor buiten. Ik denk, vuile teringleiers. Het is gewoon om mij een kutgevoel te geven. Dus ik dan koortsig en nadenk van, hoe ga ik me hier uitrennen? Nou, ik kon niks beters verzinnen dan de deur open te doen. Eiffel! Ik ben er ook niet trots op, nee. Maar het geeft aan hoe krampachtig we met gehandicapten omgaan. Ik bedoel, je neef waar ik dan mee tennis. Ja, die zit ook in een rolstoel. Die is tot hier verlamd. Dat is zo'n leuke gozer. Ja. Ik kijk soms ook naar hem en denk, het is net een mens. Het is echt net een mens. Die vindt het ook wel hartstikke leuk als we grappen over maken. Hij weet zelf ook wel dat het er niet uitziet. Ja, hij bestuurt dat ding met een rietje. Het is dan zo in zijn mond. En doet hij zelf, gaat hij vooruit. Achteruit. Links, rechts. Dus dan een beetje een verhaal aan het vertellen is, jongen. Het gaat alle kanten op, echt geweldig. Als het een beetje een lang verhaal is, moet hij gewoon met de trein terug. Dat is fantastisch. Als verhalen te vertellen, dat hij gewoon zegt, weet je wat mij laatst overkomen? Zat ik gewoon weer vast met mijn wiel in de tramrails. En ik echt helemaal van, en toen? Nou, echt vol een tram tegen me aan. Vol. En ik helemaal in paniek, en nu? En wat is gebeurd? Nou, nee, niks. Nog steeds verlamd. Maar wel een aardige klap. Ik denk, maar ja, ik zie de hypocrisie bij mezelf ook. Je gaat toch anders met ze om. Laatst ook in een supermarkt kreeg ik ruzie met een man die dacht dat ik voordrong. En dat bleek dan een stotteraar te zijn. En ik weet, je moet stotteraars laten uitpraten. Maar geldt die regel ook als zo'n man je voluit staat uit te schelden? Dat is mijn vraag. En die man maar vuilijk. En ik maar... Vuile klootzak. Hey, je mag niet even invullen, hè? Je mag niet vragen, nou, kies maar. Klootzak, kloothommel, ik bedoel, kies iets. En dan gewoon na 10 minuten komt het eruit. Vuile klul! Die had ik niet zien aankomen. Nee. Ik denk, natuurlijk zijn er ook onbeschofte gehandicapten. Ik zat laatst in de trein, jongen, na. Ik vond het echt schandalig. Ik zat in zo'n vierzit. En zo schuin tegenover me zat een dove man. Die zat te praten met een man naast me. Maar echt keihard. Nee, niet een beetje, maar echt. Dat je gewoon... Ja. Probeer gewoon een boek te lezen. Dus ik kan een paar keer aangeven. Kan alsjeblieft misschien gewoon doorgaan. Ja. Alleen omdat die man dan doof is, denk ik, nou, gewoon negeren. Dus ik zet mijn Walkman op. Ik zet mijn Walkman op 10. Met death metal. Dat is muziek met tekst als... Als een refrein. En ik hoor die lul er nog steeds doorheen. Dat was gewoon een duet. En toen knakte ik, toen er een vrouw naar mij toe kwam. Of misschien mijn Walkman. Iets zacht ik om. En ik stond er echt aan. Ik heb... Ja, tuurlijk, maar. Oh, dat durft u niet. Oké. Nou, dan zal ik het maar doen dan, hè. Maar dan doe ik het wel op mijn manier. Nee, dus ik bedoel, hij gaat het wel voelen. Ja, ik heb een beetje een reputatie op te houden. Maar laat u me lekker zitten, hoor. Alles komt goed.
Ja, je moet het ze laten voelen.